Ben je nog uit bed geweest? Nee, ik heb heerlijk geslapen. Ik ben even vannacht wakker geweest. En verder lekker geslapen. Goedemorgen. Ja, wij zijn op zich heel open gezin. We vertellen alles aan elkaar. En ik merk gewoon als je dat doet, dat je kinderen gewoon heel veel accepteren. Als dingen zo lopen of zijn. Maar dit wil je niet aan je kinderen vertellen. Komt. Zullen we lekker broodje eten? Ja. We hebben aan de kinderen verteld dat mama heel erg ziek is. En dat de dokters mama niet beter kunnen maken. En dat we hopen dat mama nog thuis mag komen. Maar wel dat mama thuis zou komen om te sterven. Om dood te gaan. Die woorden hebben we allemaal wel gebruikt. Het was heel, ja, allebei zitten brullen natuurlijk. En ze waren natuurlijk boos op mij dat ik dat ging zeggen. Dat kon toch niet? Heel logisch, ja. Ilse was heel boos en verdrietig. En die heeft toen tegen mij gezegd van... Mam, als je nou boven in de hemel bent... dan moet je even een briefje naar beneden gooien... waarom de Heere God het nou zo heeft laten gebeuren. Of dat moest ik in ieder geval even wat opschrijven namens de Heere God. En dat gaf haar wel rust. Ik zeg, ik weet niet of het kan... Ik zeg, maar ik wil het wel proberen. Ik zeg, ja, misschien kan ik wel even een briefje of zo. Ja, dat maak je maar heel praktisch voor kinderen. Ik denk niet dat het kan hoor, maar goed. Voor haar gaf het rust, dus ik dacht, het is goed. Kijk, dit is helemaal goed. Daar. Ja, zo is het helemaal goed, meiden. Ja, ik zie het nu nog wel een beetje als mijn laatste weken, maar die dokter in het ziekenhuis die had gisteren al over 2 maanden of zo. Dus we zullen het zien. Ik weet het ook niet. Elke dag dat een goede dag is, is het er weer een. En daar genieten we zo super van. Zie je hem? Ja. Ja. Oh. Oh, het zijn niet zo heel mooi. Ja, we gaan een leuk halen. Even met een dukje, ik ons van maken. Ja, het moeilijkste van alles is toch wel Marco alleen met de kinderen achterlaten. Omdat Marco natuurlijk ook ziek is. De ziekte heet neurofibromatose, type 2. En dat betekent dat hij daardoor niet kan horen, dat hij doof geworden is daardoor. En dat hij tumoren heeft op zijn ruggenmerg en dat hij daardoor moeilijker loopt. Ik was altijd degene met medische problemen. Ik had liever gehad dat het mij overkwam. Mirjam was de sterke, stabiele factor hier in huis. En gebeurt haar dit? Gewoon onbegrijpelijk. En dat is ook wel eens moeilijker als je zelf iets overkomt. Ben je misschien iets meer strijdlustig. Maar als degene iets overkomt van wie je echt ziels van houdt, dan. Ja, dat is denk ik moeilijker. Ja, hoe gaat dat in de toekomst? Dat is wel een beetje onzeker. En daar moet je nu wel over praten. Dat hebben we allemaal vast laten leggen nu, hè? Het is wel fijn. Geeft mij ook wel rust. De kinderen komen niet onder kinderbescherming of zo. Ja. En ik hoop gewoon bij jou, zo lang mogelijk. Hè? Dat het gewoon goed gaat en dat ik voor de kinderen kan zorgen, zo lang mogelijk. Ja. Nou, ik ben vannacht heel boos op God geweest. Ik had zo vertrouwen dat het... langer zou duren en nou ja, misschien wel goed zou komen zelfs. En ook gewoon voor de kinderen en Marco achterlaten. Dat vind ik gewoon het allermoeilijkste. Ja, het doet gewoon pijn en mag ik wel weten waar ik heen ga, maar
daar ben ik ook wel rustig onder. Die heb ik echt wel vrede mee. Maar ja, en hoe heet Ilse, die is hij gisteren. Ja, maar ik moet toch een moeder hebben? Ja. En waarom gebeurt dat dan? En ja, dan word je zelf ook... dan brul ik ook mijn potje mee. En dat is ook heel goed dat we dat gewoon met z'n allen doen. Maar ja, je kan het niet uitleggen. Ik zeg, wij snappen ook niet waarom dingen... Ja, waarom het gebeurt. Ja. Dus ik ben ook niet zo boos op God, maar... Het geloof is wel even plaagpetje, ja. Dat absoluut. Alhoewel ik wel zeker weet waar meer omheen gaat. En ook wel geloof, God ons hoort en ziet. Meehelpt. Ja. Maar wat God hier nou doet, en ja, dat is bij mij even weg. Ja. Weet jullie wat een begrafenis is? Nee, daar ben ik nog nooit geweest. Dan ga je iemand begraven. Ja? Waarom? Waarom ga je iemand begraven? Omdat hij dood is. Dat hij dood is. Ja, iemand overlijdt. Ja. Nou, mama heeft waarschijnlijk ook niet zo lang meer te leven. En of dat nou snel duurt, we hopen dat het nog heel lang duurt. Ja, maar de kans is ook wel dat het snel gebeurt. Ja. Maar mama is dan... dan is alleen de buitenkant er nog van mama, hè? En weet je, mijn mama's denken, want mama beweegt dan niet meer, hè? Als je er niet meer bent. En mama's denken en mama's hartje, weten jullie waar die zijn? In de hemel. In de hemel. En wat krijgt mama daar? Een nieuw leven. Nieuw leven en een nieuw lichaam, hè? Met de allermooiste jurk, hè, die je kan bedenken. Hadden we het al wel eens goud, over gehad, jurk? Hè? Ik denk het. Goud en zilver. Goud, zilver en? Brons. Brons? En dan gaan jullie me wel heel erg missen. Maar mama weet dat ik daar het wel heel goed ga krijgen. Maar dat vindt mama het moeilijkst. Dat jullie mij gaan missen. Daar word ik wel af en toe een beetje verdrietig van. Hè? En de eerste paar dagen, als mama dan er niet meer is, dan is mama hier thuis. Heftig, hè, Nink? Ja. Oh. Moeilijk, hè? Maar het is wel goed, Nink, om erover te hebben. Mama vindt het ook moeilijk. Oh. Hij kan open. Oh, kan je er een foto in doen? Er zit al een foto in en dan kan je nog een foto van jezelf in doen. Ja. Nou, luister eens. Je mag hem om met verjaardagen, met bijzondere dagen hebben we afgesproken. Ja. En dan een mooie met kerst of met je verjaardag. Of als jij jarig was. Als ik jarig was, dan doe je hem om. Goed? Daar of, komt. Of je of kan... moederdag. Moederdag. Ik ben 2 maanden niet meer geweest. Mam. Hallo. Goedemorgen. Het is wel een beetje spannend, toch? Het is ook een beetje spannend, snap ik ook. Hadden jullie vragen bedacht? Waarom zit je in de rolstoel? Omdat ik niet zo ver kan lopen. Dan word ik heel snel moe en dan gaat mijn rug een beetje pijn doen. Dus daarom doe ik maar kleine stukjes lopen, hè? Doet mama, toch? Ja. Kan u nog goed uw armen bewegen? Die kunnen we nog bewegen, hè? Vind je het fijn dat je nog niet bent gestorven? Ja, dat vind ik heel fijn dat ik nog niet ben gestorven, hè? Ja. Nee, dat je gewoon lekker nog hier bent, bij de kinderen, bij papa. Vind je het moeilijk om te sterven? Waar slaap je, beneden of boven? Ben je verdrietig? Voel je ook dat je ziek bent? Kunt u goed slapen? We houden van u en mijn mama en ik bidden voor u.
Ben je zo wel ziek geworden? Ja, nu gaat het achteruit. Heb je toch het gevoel dat het einde nadert? Of ja, dat is moeilijk. Afscheid te nemen en elkaar los te laten. Ik heb de eerste 4 weken hoop gehad. Dat we nog maanden hadden. Nou, ja, misschien een half jaar. Ja, misschien ben je een beetje aan het handje klappen, hè? Voor jezelf, met God. Steeds wat erbij. Maar die hoop had ik wel. Nu sinds vandaag hoop ik dat ze weinig pijn heeft en lieve kinders, mama gaat een filmpje voor jullie inspreken over hoe jullie zijn, hoe ik vind dat jullie zijn. Nienke die pikt heel veel dingen op, je kijkt heel veel, je luistert heel veel. Ik ben gewoon een heel lief meisje. Daar is mama echt super trots op. Ja, mooi. Niet te veel kinderachtig. Ilse is een wat meer een denkertje. Je kan ook heerlijk spelen met meiden, lekker knutselen. Je hebt ook een heel bijzonder plekje, Maart. Ik dacht, ik ga het wel even zo doen. En dan onze heerlijke, fladderige, vlierfluiterige clown Naomi. Die zit hier in huis af en toe de boel op stelten. Met al de geintjes en de grapjes en de toneelstukken. En daar geniet ik zo van. Oh, dat was een lieve. Ja, dan komen we onze kleine verder. Dat vind ik wel heel moeilijk. Dat je mij laat in het weekend. Ja. Dus daarom maak ik ook deze filmpjes. En of ik er nou wel of niet ben, maar je zit voor altijd in mijn hart. En ik hou van je. Dag liefjes. Goed zo. Aan de ene kant vind ik het geweldig om het te mogen doen. Ook met het oog op hun levensstijl. Sober, zuinig, bescheiden. Aan de andere kant is het natuurlijk vreselijk om de kist voor je dochter in elkaar te zetten. Daar zijn geen woorden voor. Maar goed, dat begrijpt iedereen. We zijn ons heel erg bewust dat we het omhulsel van Mirjam begraven. Dat Mirjam zelf, haar ziel, die ze was, allang bij Jezus is. En dat maakt het ook mogelijk om dit te doen. Ik zou ook niet weten hoe je dit zou kunnen doen als je dat niet had. Maar goed, het schijnt te kunnen. Sommige mensen die geloven niet in een leven na dit leven. En die kunnen dit ook doorstaan. Dus in die zin zal ik niet zeggen dat het de enige manier is. Maar voor mij is het de enige manier. Ik vind het leuk.
Hoor toch? Hey. Ik moet even de pannen ophalen van het eten. Oké, okay. Ja. Hartstikke goed. Mooi. Zal ik even kijken? Ja, dit zijn ze allebei. Hi. Hallo. Ik heb lekker eten voor jullie. Zal ik binnenkomen? Ja. Heel heet. Opvoeden gaat goed, maar de kinderen zitten elkaar wel meer in de haren. Ja. Heeft denk ik ook met emoties te maken. Ze eet ook wat slechter. Het verdriet van een kind uit zich volgens mij niet altijd in huilen. Je moet hem niet uitblazen. Naomi, Naomi. Nienke, Nienke. Nienke is nog aan het eten, ja? Nienke. Vragen komen er boven. Waarom mijn mama? Waarom mijn mama nu al dood is? En je krijgt ook vragen van, zie ik mama dan nooit meer? Dan moet je eerlijk antwoord op geven en zeggen van, nee, ik, mama zie me nooit meer. En als ik dood ben dan? Als je dood bent, dan zie je mama weer. Dan gaan we allemaal een dikke knuffel. Dat is moeilijk, hè. We hebben pech. Ja, zo is het gewoon, we hebben een hele dikke pech. Ah. Zullen we een liedje zingen? Ja. Welk liedje? Groot is hij. Groot is hij allemaal. Ze hier om te leiden voort wat een God is hij. Halleluja, halleluja. Ik denk dat ik hier sterker uitkom in het geloof. Ja, absoluut. Het geloof heeft mij getroost. Het heeft me ook heel veel vragen en boosheid opgeleverd, dat wel. Hij wijst ons de weg. Maar hij doet dat altijd zo moeilijk. Hij helpt wel, maar niet op een manier zoals wij wel eens willen. Maar de vragen heb ik. En ik heb geaccepteerd dat ik daar geen antwoord op krijg in dit leven. Heet jullie brood voor? Geef het dan een poosje aan. Ja. Dat heb ik al gedaan voordat ik naar beneden ging. Oké, nou goed. Ja, dat vind ik wel lief. Erik, die krap maar uit. De auto. Dat is vanmiddag. Zet hem op. Ik ben nu onderwijsassistent. Dus ik was docent hier op school, voordat ik doof werd. Nu help ik waar ik helpen kan en veel computerwerk. Nu nadat Mirjam is overleden, werk ik nog 2 dagen in de week. Wat je basisschooltijden. Normaal gesproken komen ook mijn ouders of mijn schoonouders op de dagen dat ik werk. Nou, kan ik ook een klein beetje de rommel laten staan, de ramen zij dan wel. Het was wel een stap om weer te gaan werken. Ik ben er 1/2 jaar uit geweest, meer ziek zijn en na het overlijden. Toen na de zomervakantie ben ik weer begonnen. Gewoon even andere mensen even praten. Gewoon met iets anders bezig zijn. Iets voor jezelf. Wie is dat? Oh ja, die dolfijn. We knippen deze zo de midden. En dan doen we hier papa en dan mama of zoiets. Zolang het gaat, blijf ik voor de kinderen zorgen en hier wonen. En ik zal best nog eens geopereerd moeten worden. Maar ik hoop dat ik nog lang hier mag zijn. Kom maar nu zien. Ik vind hem ook mooi.
20 april 2012. Lieve schat, vandaag 11 jaar getrouwd. Misschien is dit wel onze meest bijzondere huwelijksdag van de afgelopen 11 jaar. En ik dacht, ik ga je een liefdesbrief schrijven. Zoals ik vroeger in onze verkeringstijd een enkele keer deed. Waarom hou ik toch zoveel van je? Het begon met die lach. Met die Julia Roberts mond. Lach je van oor tot oor. We kennen elkaar door en door. En vooral toen ik je nog kon horen, hadden we aan één woord genoeg. Ondanks dat die sterke man van je niet meer de stoere, sterke Marco is, bleef je van hem houden. Daar ben ik je dankbaar voor, lieverd. Natuurlijk ook voor die superlieve en mooie kinderen die je mij gegeven hebt. Trots ben ik op ze en op jou als moeder. En nu zijn we 11 jaar getrouwd en lijkt het einde in zich. Ik wil je niet kwijt. Ik hoop dan ook dat je nog een hele poos bij me blijft. Maar weet, waar je ook bent, hier bij mij of boven in de hemel, voor eeuwig blijf ik van je houden. Heel veel liefs en kusjes, Marco.